Vandaag ben ik in gesprek met Alois Bel, de marktmeester. Alois, kan je iets vertellen wat jij merkt van de coronacrisis op de markt? Ja, dat kan ik. De coronacrisis op de markt is voornamelijk merkbaar op de manier van werken dat we nu moeten doen. Maar ook de wijze van het bezoek, de opstelling van de markt. Daar zijn echt grote slagen in gemaakt om onder de huidige omstandigheden toch te kunnen blijven werken. En welke maatregelen heb je daarvoor genomen? De maatregelen die we genomen hebben is een ruimere opstelling, zodat de kramen wat wijder uit elkaar staan, zodat de mensen meer ruimte hebben om afstand te kunnen nemen tot elkaar, de anderhalve meter. We hebben poortjes gemaakt voor de kramen, zodat er voor de kramen ook op een afstand van anderhalve meter gestaan kan worden ten opzichte van de klanten en de kraam. Daarin hebben we hekken geplaatst, daarin hebben we lintjes geplakt op de weg, zodat ze duidelijk kunnen zien waar en hoe ze moeten gaan staan. Tot op heden toe moet ik zeggen dat we een hele goede medewerking hebben van alle consumenten. Dus mensen begrijpen ook daadwerkelijk dat onder deze omstandigheden de markt kan blijven staan. En wanneer ze zich daar niet aan houden, dat het risico lopen dat de markt stopt. Dus de medewerking is er zeer zeker. En wat zou je nog als laatste willen zeggen tegen de consument? Als de consument graag rekening zou willen houden met de drukte op de markt, kom vooral alleen. Het is geen uitje op dit moment. Laat dat uitje even achterwege. Nuttig geen waarde op de markt. Koop je zaken en ga naar huis. En zorg dat er zoveel mogelijk rust is op de markt. Nou, met deze wijze woorden van een ervaren marktmeester zou ik graag willen afsluiten. En bedankt en veel sterkte met alles, Alois.